Even interroeperen. Ik was Oké. in. Terwijl dat je mij interrupteerde, Koosje, was ik nog in die zee, merkte ik. En ik Echt? ben een beetje gechoqueerd door je onderbreking. Ja, ik twijfel ook heel erg of je moet doen. Want ik zie ook in de chat dat Cheers zegt dat er een film is, De Zee die Denkt. Hè? Dus ja, goed, maar dat gaat over de zee. Maar dus vandaag gaat het over onze verbinding, onze relatie met gehelen, die eigenlijk vrij problematisch is in onze historisch tijdperk. En Vlamingen en Nederlanders verschillen nog op dat vlak. Ik denk dat maar dat is karikatuur natuurlijk, de Nederlanders veel meer op hun individualisme staan, op hun vrijheid staan, terwijl wij iets gemakkelijker meebewegen met de top-down, met de hiërarchie, met de overheid die ons vraagt iets te doen. Pas op, we hebben onze achterpoortjes, hoor. Maar jullie worstelen ook. Ik denk dat de westerse samenleving in het algemeen, de Amerikanen gelijk wie, dat wij echt heel moeilijk hebben met de gehele. En dat komt natuurlijk omdat we de laatste paar eeuwen ingezet hebben op individualisme. De individuele vrijheid. En die mogen we behouden. Geen discussie daarover. Ik las het in de trendrede van dit jaar, van 2020. Het individu, de single, is eigenlijk de bouwsteen geworden van de samenleving. En niet de familie, niet het gezin. Dus dat is een trend die blijft verder gaan. De individualisering. En als we nu allemaal een geweten hebben, als we ons terugverbinden met die gehele, want die gehele hebben onze zorg nodig. De natuur, de samenleving. We hebben eigenlijk sterke individuen nodig die de gehele terug gaan daar zorg voor dragen. Die de gehele durven begeleiden in hun ontwikkeling. Dus je kunt begeleider worden of leider worden van de samenleving. Ook als individu. Dat is veel gevraagd, want we hebben elkaar nodig. Nu, wat ik nu eventjes ga doen, is de filosofie daar rond vertellen en ook mijn getuigenis, hoe ik daartoe gekomen ben om dat zo belangrijk te vinden. En daarna zal Koosje ook even getuigen hoe dat zij ermee bezig is. En daarna gaan we samen een ontwikkelcirkel doen, waarbij ik jullie individueel ook wil bevragen, hoe zit het eigenlijk met je eigen ontwikkelingsthema rond je verbinding met de gehele? Dat kan specifiek zijn, een organisatie, een buurt, een stad of de maatschappij, hè, maar aan het algemeen houden. En in ontwikkelcirkel, daar gaan we zaken uithalen. Dus het is tegelijkertijd weer een demonstratie van de ontwikkelcirkelmethodiek met de stappen. En het thema is jouw verbinding met gehele. En daarna doen we de koppeling van hoe dat we andere mensen kunnen helpen om zich te verbinden met gehele. Ik vertel even heel kort een getuigenis hoe ik tot het belang ben gekomen van dat vierde spoor van het vorkmodel. Dat heb je voor ogen, dat onderste spoor. En mijn model in 2003, ik heb hier dat boek eventjes teruggezocht in mijn bibliotheek. In 2003 heb ik dit boek geschreven, Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. En in de Nederlandse samenleving is dat heel goed geland. Er zijn eigenlijk rond de 24.000 exemplaren verkocht van dit boek. Het is dus een echte bestseller geweest in die tijd. Omdat, en dat was mijn idee, Nederland en Vlaanderen ook klaar waren om coaching niet alleen te zien als resultaatgericht, maar ook ontwikkeling van mensen. En toen was het grote geheel in dit boek nog niet aanwezig. Het was een model, het noemde zelfs nog niet eens het vorkmodel, het was een model met meer sporen, maar zonder dat grote geheel erbij. Wel met je identiteit. Je ontwikkelt je als mens. Je bent niet alleen met gedrag en resultaten bezig. Je ontwikkelt je ook als mens. En Nederland heeft dat heel goed opgepakt. Ja, coaching is ook het ontwikkelen als mens, als persoon. Dat was dus een mooie bijdrage maatschappelijk gezien. Maar wat heb ik in die jaren gemerkt, en dat was mijn eigen proces, door studenten op te leiden en in organisaties die trainingen te geven, merkte ik dat we rond de jaren 2003 tot 2008, tot de financiële crisis, dat we enorm bezig waren met onze persoonlijke ontwikkeling. Het coachwereldje heeft echt geïnvesteerd in individuele ontwikkeling.
Dat begon me echt tegen te steken, dat het allemaal navelstaren werd. Dat het alleen maar gaat over je eigen geluk, succes en loopbaan. En toen ook in die tijd, en dat is mijn eigen proces, mijn eigen ontwikkeling. Ik was toen rond de 45, hè, dat is ook een levensfase waar dat je begint open te komen voor een grotere gehele. Dat is ook levensfase gebonden. Dan ga je kijken, oei, wat gebeurt er eigenlijk rondom mij? Wat is het eigenlijk in deze samenleving? En toen kwam Al Gore met zijn film 2006. Toen hebben we The Secret gehad, MacTaggart met het veld. Allemaal input van te zeggen, hé, er is ook een groter geheel. Er is meer dan alleen maar dat individuutje. En toen kwam de financiële crisis. En dan dacht ik, was ik er helemaal klaar voor vanaf 2007. Mijn vorkmodel moet 4 sporen hebben, niet 3 sporen. Het mag niet eindigen met je individuele identiteit. Je bent ook onderdeel van grotere gehelen. Dus vanaf het jaar 2007 in de Christelijke Hogeschool van Ede hebben ze dat echt verwelkomd. Ja, er is een grotere geheel. Dat was daar in de gereformeerde wereld, is er vanzelfsprekende belangstelling voor het grotere geheel bijdragen te laten zijn in coachingsprocessen. En toen dacht ik in 2009, nu hebben we het helemaal. Hè. We gaan nu allemaal wakker geworden zijn voor de grotere gehele. Want ziet het, die banken, die politiek, die rijken, die kloof arm-rijk. We zijn tot bewustzijn gekomen dat wij moeten zelf die grotere gehele maken. Maar dat is niet gebeurd. Na 2009 is iedereen teruggeplooid in een soort angst van oei, mijn job. En dan hebben we die grote burn-out-epidemie gehad. Hè. We zijn niet doorgegroeid om bewuster te worden van wij moeten in het grotere geheel onze verantwoordelijkheid pakken. Jawel, toch wel, in de onderstroom. En nu misschien ben ik benieuwd, want crisissen hebben een enorme impact op ontwikkelingen. Crisis op maatschappelijk vlak, corona. Gaan we nu na de corona terug gaan neoliberalistisch zijn? Of gaan we doorgroeien naar veel meer verbinding in die gehele? Ik hoop, en hoop is altijd ook echt een geloof, ik geloof dat het er zal van komen. Want de onderstroom groeit, komt geleidelijk aan boven water. Even dus de getuigenis van hoe ik zelf gegroeid ben om dat grotere geheel, ook in mijn coaching, maar in mijn eigen leven, als echt uitgangspunt te nemen van mijn eigen ontwikkeling, van mijn verbindingen met de gehele, waarin ik thuis wil zijn. Ik wil daarin thuis zijn. Ik heb dat ook filosofisch onderbouwd. Ik ga nu nog ik ga even screensharing doen met 3 slides tonen. En dan ga ik het woord geven aan Koosje. Dus, want het is ook filosofisch dat je dat kunt onderbouwen als mensvisie. Dat we met het gehele bezig zijn. Ken je waarschijnlijk het icoontje van... De Russische poppetjes. Hè? Dus we zijn daar deel van. Ja, je moet even dan nu die foto's wegklikken. Hè? Maar je kunt het je zo voorstellen dat we ingebed zijn. Dat is een visuele voorstelling van die gelaagdheid. Je bent deel van grotere geheel. In feite is dat een vrij vrouwelijke voorstelling. Omdat je zo inclusiviteit heel belangrijk vindt. Je hebt je eigen delen, intrapersoonlijk, maar je bent ook in een relatie, in een gezin, een sociale klasse, een cultuur, of je kunt het op organisatievlak bekijken. En dan zit je in een team of in een organisatie. Je kunt het ook voorstellen, in meer mannelijke visie noem ik dat dan, dat we eigenlijk, jij met je deel, met je onderliggende delen, je behoeften, je waarden, je bent een totale persoon. Je identiteit is je eigenlijk eerste groter geheel. En je lichaam incarneert dat. Je lichaamstaal incarneert eigenlijk je geheel. En dat is je bent een persoon. Dat is al een eerste groter geheel. Maar je hebt dan de andere mensen in een groep of een gezin. Die samen ook weer een geheel vormen. En daar ben je onderdeel van. Dus de broer en de zussen en de familie eigenlijk is dan ook weer een geheel. En dan ben je samen deel van een organisatie of een buurt. Maar de gelaagdheid blijft. En dat is juist het nieuwe ervan. En vandaar dat ik die voorstelling, visuele voorstelling, eigenlijk liever heb. Omdat daar in die we zijn deel gehele. Dus
we komen tot een manier van bezig zijn met gehele die gebaseerd is op individuen ook. En je kunt in een organisatie of in een team kun je niet werken als je ook het intrapersoonlijke er niet bij neemt. Het is niet alleen dat we professionals zijn, we zijn ook personen. En we zijn personen met delen. Dus we gaan elkaar moeten gaan coachen ook op onze intrapersoonlijke ontwikkeling. Dat komt er dus bij als we in organisaties of in gezinnen bezig zijn met elkaar. En dat doen we al. Als ouder zijn we uiteraard bezig met de binnenkant van onze kinderen. Dat is echt nieuw in deze generatie. We gaan onze kinderen coachen. Maar ook aan de bovenkant, en dat is nog wel erg nieuw, aan de bovenkant, de organisatie is niet afgerond. We zijn ook deel van een sector. Je bent als school, ben je eigenlijk deel van de onderwijssector. En je bent als bedrijf deel van een economie. En je bent als zorginstelling deel van een zorgsysteem. En dat, die grotere gehele, amai, die beïnvloeden ons nogal, zeg. Dat we worden gegrepen door allerlei overheidsbeslissingen, sectoriële ontwikkelingen, op het meest functionele niveau van organisaties. Dus wij hebben ook na te denken als school, welk soort onderwijs willen we eigenlijk? Welk soort kliniek, welk soort ziekenhuis willen we als zorgsysteem? En dat is erg nieuw. Ik vind het altijd grappig dat ik van een school dan bijvoorbeeld een opdracht krijg. Kun je in onze school de docenten trainen om te leren coachen bijvoorbeeld? Hè? Of kun je dat probleem oplossen? Want we hebben minder en minder leerlingen in onze school. Heb ik onlangs voor gehad. Ja, en dan zie je dat in andere scholen eigenlijk overal dezelfde vragen gesteld worden. En dan zeg ik tegen de opdrachtgever, wat dat je mij vraagt is eigenlijk helemaal niet typisch voor jullie school, hè? Dit is typisch voor de onderwijssector wat er hier aan het gebeuren is. En door te filosoferen over die bovenliggende patronen van de onderwijssector in ontwikkeling, krijgen we nieuwe input, krijgen we nieuwe visies en ideeën waarover het eigenlijk gaat. Dus die onderlaag, intrapersonen, en die bovenlagen, die komen erbij. We kunnen ons niet beperken. En dat is nu juist, en daar gaan we nu vandaag mee bezig zijn, ons bewustzijn van hoe breed is je bewustzijn naar die lagen toe. Hoe breed is dat? Hoe ver kun je gaan om de wereldproblematiek mee te bedenken in je individuele beslissingen? Dat is heel lastig ook. Want die olifanten in Afrika, die zitten toch wel heel ver weg in mijn bewustzijn. Maar het doet me wel pijn als ik ze zie afgeslacht worden. Dus we zijn echt aan het groeien als beschaving in ons bewustzijn, in onze verbinding naar die verschillende lagen. Dat is zo'n beetje de filosofie. Dat is ook niet nieuw. Hè? Vandaar dat ik mijn ontwikkelingsgerichte benadering ook een nieuwe branding geef. Vanaf januari gaan we daar een website rond neerzetten. Deep involvement. We zijn eigenlijk diep betrokken in alle lagen. Deep. Van deep democracy, deep ecology. We zijn diep betrokken. Intrinsiek, inclusief, helemaal. Wij zijn die samenleving. Wij zijn die school. En we zijn dan ook bezig om dat te helpen ontwikkelen. Voilà, dat is nu mijn eventjes wat filosofisch ingebed. Je kunt daar nog zwaardere filosofie op zetten. Maar ik wil jullie daar ook in inspireren dat voor het thema vandaag van groeien in de breedte van bewustzijn. En in de diepgang van bewustzijn. Van als we met elkaar bezig zijn, als je voor die zee staat, hoe verbonden ben je dan eigenlijk met dat geheel waarin dat je bezig bent? En een van mijn conclusies, nu ga ik het woord geven aan Koosje, vanuit mijn promotieonderzoek in het onderwijs, is dat bijvoorbeeld docenten, dat is weer een prachtig voorbeeld, docenten zich enorm verbonden voelen met studenten en met hun vak. Soms ook met collega's, maar zich heel weinig verbonden voelen met de school en de onderwijsorganisatie en de managers. Dat is gewoon een vaststelling. Het is kwalitatief onderzoek, maar je komt het voortdurend tegen dat professionals niet verbonden zijn met de organisatie waarin dat ze al 30 jaar werken.
Of in de kosher. Ja, of met familiebedrijven misschien. Hè? Dan zie je dat in familiebedrijven, zie je dat werknemers wel verbonden zijn met het grote geheel, met het bedrijf. Zo. Ja, dankjewel Rudy. Nou, als ik het verhaal hoor van Rudy, we hebben het gisteren samen ook al over gehad. Want het was in 2004 dat ik de eerste training bij Rudy volgde. Dus sinds in die jaren heb ik ook veel geassisteerd daarna. En ik zag het VOLK-model eigenlijk ontstaan. Dus van het 2 sporen naar 3 sporen natuurlijk en naar het 4de spoor. En ik vertelde gisteren al aan Rudy, toen het 4de spoor kwam, toen gebeurde er echt iets met mij. Toen dacht ik, ja, wauw, ja, nu gaat het ergens over. Nu gaat het pas echt ergens over. Dus het navelstaren, ja, ik herken het mezelf daar ook wel in. Hè, dat je zo'n tunnelvisie kunt hebben naar je eigen ontwikkeling toe. Naar, goh, wat zie ik van mezelf? En daar kan ik beter doen of hoe kan ik dat anders doen? En dat je dan in zo'n tunnelvisie naar jezelf toe verstrikt raakt. En dat wilde ik ook niet natuurlijk. Dat willen we ook niet. En het 4de spoor geeft weer opnieuw terug de blik naar buiten. En situeert jezelf, zoals het voor mij in ieder geval, situeert mij in het grote geheel waarin ik participeer. En het grote geheel was voor mij ook, in die tijd liep ik nog heel veel hard. En sportte ik nog heel veel. Dus dat vond ik belangrijk voor mijn eigen ontwikkeling. Maar thuis in een gezin met 4 kleine kinderen was dat niet altijd even handig. Dus dat was mijn directe grote geheel waar dat invloed op had. Als ik zoveel train, ja, dan heeft dat invloed op dat grote geheel, op mijn relatie en het gezin. En op school was ik bezig met een heleboel mooie dingen. Ik was heel enthousiast en heel gedreven om kinderen, leerlingen te coachen en om als zorgcoördinator en leerlingbegeleider ook docenten te coachen. Dus ik had een mooi model van de vork. Wauw, dat was echt geweldig. Ik was daar heel gedreven in. Maar ik zag inderdaad ook dat mensen, collega's, wel iets meer wilden. Beter wilden coachen, beter wilden begeleiden. En natuurlijk ging het om die leerlingen. En daarnaast ging het ook om de resultaten. Dus mensen zaten ook gevangen tussen dat resultaatgerichte, leerlingen naar de eindstreep halen, maar ook die leerling ontwikkelen. Maar de discussie of de dialoog over hoe ben je deel van het geheel, van de school, dat ontstond eigenlijk maar mondjesmaat. En langzaam in al die jaren eigenlijk steeds maar weer opnieuw dat coachen van studenten en leerlingen situeren in het grotere geheel. Waar zijn we met z'n allen mee bezig? Wat is gemeenschappelijk aan ons? Breder trekken, dus tegelijkertijd de diepte zoeken en tegelijkertijd breed trekken. Dat is wel de uitdaging, ook voor mij nu als leraaropleider, al ruim 11 jaar. Ja, gaan we wel aan de slag met het eerste, het tweede en het 3de spoor. Maar het 4de spoor is nog een spoor wat tijd en ruimte nodig heeft. En wat ook oefening nodig heeft, merk ik ook. Want wanneer we vragen stellen over wat ons drijft, wat gemeenschappelijk is, welke pijnpunten en verlangens we tegenkomen in het veld waarin we werken. Ja, van daaruit komen er ook de andere vragen meer naar de diepte. Ik heb ook geleerd om daar mee om te gaan. Ja, we hebben natuurlijk ook een bedrijf. En dat was ook heel nieuw toen we daar 3 jaar geleden mee begonnen. En daarin onderscheid ik me ook van andere ondernemers. Hè. Wij voelen onszelf veel meer een sociaal ondernemer. In het grote geheel en onze betrokkenheid bij het klimaat, bij de omgeving, is natuurlijk heel erg groot. En ik kom vaak tegen wanneer ik op een ondernemersavond ben hier in onze gemeente. En de discussie gaat hier toevallig ook over de uitbreiding van het industrieterrein hier. Ja, dan ontmoet ik mensen die heel anders in dat grote geheel staan en nog veel meer met hun eigen gewin en resultaten bezig zijn dan met de inrichting van het grote geheel, namelijk onze groene
omgeving in ons dorp. Dus daar zijn heel veel tegenstellingen die ik daarin tegenkom. En ondernemers zeggen dan bijvoorbeeld van, ja, maar dan moet ik toch weten wat ik met mijn grond hierachter doe. Zeg ik, nou, dat weet ik niet. Het is ook mijn omgeving. En het heeft ook met het klimaat te maken. Dus het zijn nog geen, er is nog geen verbinding gemaakt vanuit mensen zelf naar dat groter geheel. Mensen zijn ook bang voor de verschillen, tegenstellingen. Dus de verbinding met het grote geheel, denk ik wel eens, moet echt van binnenuit komen. En ja, hoe faciliteer je dat? Of hoe help je daarbij? Hoe ben je daarmee bezig? Nou, dat vind ik enorm fascinerend om daarmee bezig te zijn. Wat ik daarin ook ben tegengekomen, ook in de jaren dat ik nog in het voortgezet onderwijs werkte, was dat ik dacht van, nou ja, ik was ook wel de pionier, zeker als omgangskundige en als projectleider van een project rondom zorg, van zorg naar ontwikkeling. Ja, het moet anders. Ik stond wel op de barricade en ik was wel gedreven en ook heel erg gedreven om dat met elkaar te doen. En dat heeft me ook wel de andere kant laten zien van mezelf. Dus ik heb ook met een burn-out thuis gezeten door allerlei andere omstandigheden ook. Dus ik heb ook in mijn zoektocht zeker moeten zoeken in pieken en dalen naar hoe kan ik het geheel meenemen van ontwikkeling in mijn leven en in mijn werk. En dat ging echt met vallen en opstaan. En ik denk dat wat wij doen is steeds maar weer heel organisch doen van binnenuit in dialoog met de omgeving. Dus het grote geheel, het spoor van het grote geheel gaat me echt aan mijn hart. Dat vind ik echt een zeer waardevol, zinvol groot geheel. Ik ben heel benieuwd wat we vandaag daarmee gaan doen. Dus ik stel voor Rudy dat we aan de slag gaan. Mits er nog vragen zijn of opmerkingen van jullie. Wat ik denk misschien, Koosje, is een heel interessante is dat iedereen een vraag formuleert. Hè? Want het is een vraagstuk in het algemeen. En dat je dat in de chat schrijft. We gaan niet werken met Jamboard vandaag. We gaan werken met de chat. Dus neem eventjes 1 minuut. Welke vraag roept dat bij je op, dit thema? Voor jezelf, individueel of professioneel?